In Zundert zijn drie jonge jongens aangehouden die ervan verdacht worden dat ze tientallen auto's en muren hebben beklad met witte verf. De jongens zijn 10, 12 en 17 jaar. Ze zouden zaterdagavond zeker 20 auto's beklad hebben met witte verf. En dat gebeurde in de wijk De Berk in Zundert. Ook muren, schuttingen en een speelpleintje werden volgesmeerd met onder meer racistische leuzen. De jongen van 17 werd gisteren al aangehouden, de andere twee vandaag, nadat een van de oude vaders de politie had gebeld. Bij huiszoekingen werden spullen in beslag genomen die gebruikt zouden kunnen zijn bij de bekladdingen.